burgemeester van Aartsen. U heeft net de eerste donatie gedaan. Hoe voelt dat? Nou, ik hoop dat er heel veel volgen. Ik doe het niet alleen als burgemeester van de stad. En natuurlijk, ik zeg tegen alle Hagenaars, kom hier naartoe, doneer, nou ja, op andere plekken ook. Maar ik doe het ook uit een enorme persoonlijke motief. Want als je weet in welke situatie men in Jordanië, in Libanon, in Turkije moet leven, dan is het van echt heel groot belang dat we die kinderen helpen. Daar help je de ouders mee. En moet ik dan ook zeggen, het dampt de vluchtelingenstroom naar Europa ook in. En waarom moet nou heel Den Haag en daarbuiten nu naar de Millers komen? Om te doneren. Om een envelop in die mooie bussen te gooien. Kom naar Millers of andere plekken in de stad. Doneer voor UNICEF, voor die kinderen, voor die ellende. Die staan voor een winter. Alsjeblieft, Hagenaars, doe er wat aan.